James, kijk dan wie er naast me staat. Mijn broeder, mijn vriend, Nabil de Tank Gesheb. Broeder, salam alaikum. Wa alaikum salam. Kideer. Ja, goed met jou. Fijn dat je het al. We zijn hier. Ik introduceer een bederrie, omdat ik jou laatst op die filmpjes Tanja onveilig heb zien maken. Ja, soort van. Leuke vakantie gehad, want ik hoor net van jou, het was voor de helft vakantie, maar het was ook voor de helft keihard werken. Ja, natuurlijk. Ik was op vakantie in Marokko en toen hoorde ik van hey, oktober is het zover. Ja, en toen zaten we al volgens mij 8 weken, 7 weken van tevoren. Dus ja, dan moet je weer aan de bak. Heb je een beetje kunnen genieten van je vakantie? Want het is improvisorisch gegaan. Ineens moest je de vakantie afkappen en beginnen met trainen? Ja, zeker. Maar ik heb zeker genoten ook van mijn vakantie, ja. Ik heb lekker gerust. Maar ook in vakantie heb ik ook gewoon doorgetraind. En dan train je dus met Said in Rabat. Vertel daar. Ik zie altijd die hele mooie rode muren met de foto van de koning aan de muren. Vertel, ik wil daar echt graag een keertje langskomen. Ja, voor mij was het gewoon een prachtige ervaring. En alhamdulillah dat ik daar heb kunnen komen en daar heb kunnen trainen. Is alleen maar prachtig. Het is natuurlijk Marokko, Rabat. Het is prachtig. Maar het is exclusief. Niet iedereen kan daar trainen, toch? Het is geen SB Gym, zeg maar, waar je kan... Het is geen Basic Fit? Nee, geen Basic Fit of SB Gym waar je een lidmaatschap kan worden en dan mee kan gaan trainen. Nee, dat is het niet. Het is wel een privé gym. Geeft wel een speciaal gevoel, toch, in je eigen land onder zulke omstandigheden trainen? Ja, natuurlijk, dat is een eer. Het is een eer. Voor mij, tenminste, het voelt voor mij als een eer en dat verveelt niet. De laatste keer kwam zijn droom in vervulling. Want hij zei tegen mij, een van mijn dromen is tegenover de King of Kickboxing staan. Weet je nog dat je dat tegen me zei? Dat zou best kunnen. Voor mij, ik wou gewoon kampioen worden. Dus ik dacht, als hij de kampioen is, dan vecht ik tegen hem. Juist, dus het gaat niet eens om Rico, maar jij wil graag gewoon die belt om je middel. Ja, zeker. Ja. Kun je die wedstrijd nog herinneren versus Rico? Wat vond je daarvan? Ja, ik vond het echt wel een mooie pot. Want ik bedoel, echt tegenstand. Hè? Ik bedoel, hij heeft niet voor niks de tank. Ik bedoel, ik denk dat iedereen bang is voor zijn stoten. Want ja, dat zie je ook wel in wedstrijden als hij bezig is. Ja, het is gewoon echt een tank. Ik bedoel, hij kan hard slaan. Dat zie je bij Ziet op de sportschool, dat zie je in zijn wedstrijden. En ik denk dat dat geduchte wapens zijn. Echt een knockout power natuurlijk. En ik zou me helemaal niet verbazen als hij in de toekomst zegt, wel eens een keer zo'n titel heeft hoor. Ik bedoel, hij is nog jong en zit veel in. Dus. Wat vond je er zelf van? We gaan het niet hebben over hoe het is geëindigd, maar wat vond je van het gevecht zelf? Inderdaad, ik ben topsporter natuurlijk. Je wilt altijd winnen. Maar als ik terugkijk op de avond, de eerste ronde natuurlijk. Dat was gewoon over en weer. En de jury koos uiteindelijk voor hem, waar ik het niet mee eens was. Maar uiteindelijk, op een gegeven moment in de tweede ronde, derde ronde, werd ik een beetje uit je spel ook gehaald. Omdat ze beginnen over het vastpakken. Dus dan ga je op een gegeven moment nadenken van, hey, ik sta al zoveel punten achter. Als je hem niet knock-out slaat, verlies je gewoon de wedstrijd. En dan ga je je spel veranderen, wat niet bij mij past. Want we hadden gewoon een gameplan daarvoor. En daar moest ik me gewoon aan houden. Klinkt wel heel logisch, hè? Als je in de aanval moet om iets recht te zetten, dan geef je ook wat verdedigend op. Ja, kijk, hij staat tegen de kampioen. Die is ook niet voor niks kampioen natuurlijk. Hij is een op... Vind ik niet meer hoor, maar iedereen moet dan opkomen en dan vechten. Hij is een van de jongsten. Ja, maar hij is er al. Ik bedoel, als je daar gestaan hebt, ben je er al. Niemand hoeft er meer dan opkomen en vechten te noemen. Hij is gewoon een van de toppers bij Glory, want hij heeft tegen de koning van het kickboksen gestaan. Ja, ik kan me dat wel voorstellen, dat je in één keer moet schakelen. En wij kennen zijn gym goed, we kennen zijn coach goed. We kennen die jongens goed, we weten gewoon dat ze kunnen anticiperen in een gevecht. Ja, en als je dan dat soort dingen tegenkrijgt, dat zie je wel vaker. En vergis je niet, je vecht tegen een kampioen. En die heeft altijd toch het kampioensvoordeel. Dus het moet of een knockout zijn. Ja, of die moet er echt afgaan op een andere manier. Anders win je het bijna nooit tegen een kampioen. En ik vind dat hij heel veel respect daarvoor verdient. Want hij heeft er toch gestaan. Net als Ismail Hazan natuurlijk voorheen. Ook een jongen die iedereen onderschatte. Maar die liet toch ook wel even zien dat hij goed weerstand kon bieden. Ja, en daarom geloof ik echt wel dat hij gewoon heel ver in de organisatie gaat komen. En ik vind ook dat ze hem wel eens een van de troeven moeten zien. Zeker ook voor zijn aanhang. Hè? Want we hoeven er niet om te liegen. De Marokkaanse fans zijn echt heel groot bij Glory. Ik denk dat Glory daar echt ook wel van weet dat het zo is. Ja.
Ja, met de opkomst merk je dat. Met die muziek alleen al, ja, dat pak je. En ze gaan zo'n jongen de ring in en dan laat hij het zien. Want dat vond ik wel eens een vraag die ik had. Jullie trainen ook in Rabat. Dat is, volgens mij is dat van de koning, hè, die sportschool. Of het is in ieder geval... Het is van de, van, tenminste, als ik me niet vergis, van de staat inderdaad. Okay. Maar daar train je dan, dat heeft een apart gevoel. Neem je dat ook gewoon mee, zeg maar, je land mee als je dan, zeg maar, zo'n gevecht in gaat? Want jullie worden aangemerkt als Marokkaans-Nederlandse vechters. Maar jullie zijn eigenlijk Marokkaans, voor je gevoel, toch? Ja, tuurlijk. Voor mijn gevoel ben ik heel trots Marokkaan. Vanaf mijn nieuweling heb ik al de vlag op mijn rug. Heb ik al Marokko dik gedrukt op mijn t-shirts. Dus ik neem zeker het mee als ik ga vechten. En dat geeft me ook energie. Dat geeft me ook vechtlust. Dus ja, daar ben ik zeker trots op. Er is één ding wat ik nog wil zeggen. Hij had getekend met Glory en ik was een van de eerste die het wist, want we waren toen op een event. En toen kwam Said naar me toe, hè, van hij heeft getekend. Dus ik was daar met mijn camera, had ik hem geïnterviewd. En dat vond ik echt een superleuk interview. Toen was hij nog heel erg bleu. En als je hem nu ziet, zie je echt, weet je, ja, natuurlijk. Ja, weet je, er staat gewoon een vechter. En ik vind dat hij ontzettend gegroeid is. En dat heeft hij ook laten zien. En dat vind ik echt wel knap, hoor, want je staat op een wereldpodium. Ja, bedankt voor je mooie woorden. Inderdaad, dat was op Rijvel in Amsterdam. Toen had ik net getekend bij Glory. Dus ja, je ziet hoe snel het ook gaat. Hè? Mm. Ja, het is denk ik bijna 2 jaar geleden nu. Dus ja, het gaat heel snel. En ja, waar sta je over 3 jaar? Dus waar sta je over 1 jaar? Dus ik ben benieuwd naar deze partij. Eerst deze Erdogan even bossen. En dan hebben we het niet over de president van Turkije. Nee, dan hebben we het niet over de president. Te flauw. Ja. Ja, heel flauw. Ja. Het is er wel een. Ja. Het is wel een Turkse broeder natuurlijk. Ja. Respect, dus die respect zal er altijd zijn. Maar gewoon zakelijk gaan we het uitvechten. En dan wil ik gewoon door. Want ik wil ook gewoon naar de top 3 gaan. Je gaat dan naar Erdogan toe. Heel even, hij maakte net een analyse van dat gevecht. Wat is nou de belangrijkste les voor jou en jouw coach Said die jullie meenemen naar aanleiding van die Grand Prix? Naar aanleiding van die Grand Prix? Kijk, Grand Prix zijn natuurlijk altijd wat ingewikkelder. Ik had een wedstrijd daarvoor tegen Adekboei. En Adekboei kan je ook echt niet zomaar wegschrijven. Nee, is wel een meneer. Die heeft mij heel wat schade ook gebracht. Dus ik stond al met schade tegen de kampioen. En zijn partij tegen Laidouni was best wel schadevrij. Dus inderdaad, wat ik anders had kunnen doen was gewoon eigenlijk niet te veel in de emotie gaan. Vooral naar zo'n eerste ronde. Want je merkte dat de scoringsbord zeg maar na een minuut pas kwam. En dat je al boel groep had in het publiek. Dus toen dacht ik al, oké, je hebt me al verloren de eerste ronde. Wat ga je doen? En eigenlijk moet je gewoon aan je gameplan houden. En gewoon vechten hoe je moet vechten. En dan wat gebeurt, dat zal dan gebeuren. Je wordt hier eigenlijk wel erg beter van, toch? Want gasten die jou willen verslaan, die hoeven alleen maar te kijken naar die partij. Die denken, hé, we hebben nu een blueprint. Die frontkicks, die werkte bij Nabil. Nee, zo werkt dat niet. Zo werkt het niet, hè? Zo werkt dat niet. Nee. Je hebt daar een plan voor? Altijd. En niemand gaat tegen druk kunnen. Ik ken niemand hier in de divisie die tegen de druk kan. Niemand. Duidelijk. Wordt genoteerd. Dan je volgende tegenstander. Je benoemde hem al. Erdogan. Het is een Turkse broeder. Wat weet je nog meer van hem? Dat is wat ik weet. Dat is wat je weet. En daar doe je het mee. Maar zij is wel van de gameplan, toch? Oh ja, ik weet wel wat meer natuurlijk. Maar zeg maar, dat is wel wat ik weet van hem. Qua vechten heb ik wel wat gezien. Maar ik ga gewoon uit van mijn eigen kunnen. En Rotterdam is jou goed gezind, hè? Ja, ik heb daar nu wel wat gevochten. Ja, Rotterdam is lijkt wel thuisfront ook. Ja. Heb jij nog een vraag voor deze kanjer? Nou, wat ik wel eens zou willen weten, hij is natuurlijk een van, ja, van de zwaargewichten in zo'n divisie. Als je nu kijkt wat er zo gebeurt in de divisie, zegt ik wil naar de nummer 3 toe of naar de plek 3 toe. Er komt natuurlijk straks het gevecht met Rico en Levi, zeg maar. De uitkomst ervan, ja, de een zegt Rico wint, de ander zegt Levi gaat winnen. Ik hoorde jou net zeggen, volgens mij, dat je zei dat Levi het zou kunnen winnen. Ja. Dat klopt, hè? Een gevecht tegen de winnaar van die partij dan? Of een rematch met Rico of een nieuwe partij tegen Levi? Is dat iets wat je dan zou willen doen? Ja, tuurlijk. We hebben heel veel mensen in de top, tenminste heel veel jongens in de top 3 of top 4 die dan bijvoorbeeld tijd niet actief zijn geweest. En dus eigenlijk de rolering daarin blijft heel schaars. Ik heb bijvoorbeeld een Plasibat die is nu geblesseerd of ik weet niet wanneer die niet geblesseerd is. Maar dat is wel iemand waar ik wil tegenstaan. Die ik op mijn lijstje wil hebben. Levi natuurlijk ook, Rico natuurlijk ook. Met alle respect aan Baram bijvoorbeeld ook.
Dat zou een dikke pot zijn, weer tegen Bahram, toch? Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk gaat het om de fans. Die willen gewoon een knokpartij zien en die willen gewoon de sterkste die avond zien. En dat is, ik ben hier gekomen ook om een legacy neer te zetten. En dat kan je gewoon tegen namen zetten. Altijd de verrassende momenten gebeuren altijd tegen namen. Dit is bijna een oldschool gedachte. Ik wil de fans wat geven. En de fans vergeten je niet. Als jij levert en elke keer komt om te knokken, maakt het eigenlijk niet uit of je wint of verliest. Nabil zou sowieso niet vergeten worden. Hij heeft natuurlijk tegen Rico gevochten. Dan sta je gewoon hoog in de analen. Ga maar eens op Wikipedia kijken. Zoek je zijn naam op. Rico Verhoeven. Dat is een mooi cv. En wat er ook nog komt voor hem. Ja, hij heeft toch al tegen de kampioen gestaan. En ik denk dat dat een hele mooie is op zijn cv. En ik weet ook zeker, ik heb het net al gezegd. Hij gaat gewoon heel ver in die organisatie komen. Als ze hem goed actief houden. En dan ben ik wel eens benieuwd naar zijn partij. En ja, en zijn tegenstanders, hoe die eruit komen. Ik ga jou met rust laten, want ik ben je echt aan het ondervragen hier. Sokker aan het besef voor je tijd. Een woordje voor je fans die je overal volgen. Volgens mij komen er ook weer bussen vanuit. Amersfoort. Amersfoort, hè? Altijd. Amersfoort is represent. Jongens, kom, geniet. Ook meiden, kom, geniet. En inshallah hebben we een overwinning die dag.